We willen graag mensen uit de auto hebben op de fiets. Het is nog gezond ook. Ja, en als je dan die stappen zet om zo'n fietspad aan te leggen, dan ontlasten we de wegen, hoeven we minder asfalt aan te leggen voor auto's. En we hebben straks ook nog gezondere mensen. Op 8 juli is officieel de snelfietsroute F261 geopend. Het is een nieuwe snelfietsroute van een groot netwerk in Brabant dat leidt van Waalwijk naar Tilburg. Een groepje mensen fietst die ochtend mee de hele route. Van Waalwijk via Loon op Zand naar Tilburg. Ook de wethouders en de betrokkenen fietsen een stukje mee. Nou ja, het is natuurlijk voor ons een enorme verbetering dat we nu naast een nieuwe provinciale weg voor de auto ook met de fiets en alle andere vervoersmiddelen die daar op lijken. Elektrische fietsen, gewone fietsen, snel wielrenfietsen en binnenkort in de komende jaren waarschijnlijk ook allerlei andere nieuwe elektrische voertuigjes. Ontzettend gemakkelijk en comfortabel ook naar de andere kant van de regio kunnen fietsen. Naar Tilburg of naar Loon op Zand of naar Goorle of waar dan ook. Fantastisch. Het is natuurlijk echt een co-productie tussen de gemeente, maar ook zeker natuurlijk de provincie. De provincie is een heel belangrijke speler in dit project. En de wethouders van Tilburg, Loon op Zand en Waalwijk, die hebben daar heel regelmatig overleg over gehad natuurlijk. Niet alleen Waalwijk heeft meegeholpen aan de route, maar ook de gemeente Loon op Zand. Tot tevredenheid van wethouder Bruinings. Ja, wij staan hier ontzettend trots te zijn, want het is een mooie verbindingsas tussen Waalwijk en Tilburg. Goed om werknemers straks ook naar jouw gemeente, maar ook naar Tilburg te hebben, die straks op de fiets op pad kunnen gaan. Ja, en de toerist gaat hier ook van genieten. Dus alleen maar glundering op het gezicht en mooi dat we straks heel veel mensen op de fiets gaan krijgen. Het ligt er ontzettend mooi bij. Het is mooi glad asfalt, het fietst heerlijk. En het gaat natuurlijk ook op een hele mooie route zo richting Loon op Zand. Dus, en we staan hier natuurlijk op een fantastisch mooi puntje. Vlak bij de Efteling, tegen de rand van de Efteling aan, tussen het groen in. En de weg richting Tilburg gloort achter ons. Maar wie van jullie twee heeft nou de meeste conditie? Of wie is nou het snelst in Tilburg? Dat durf ik gewoon. De weddenschap die heb ik al verloren op voorhand. Dat is Ronald. Want ja, die heeft conditie die veel beter is dan die van mij. Sterker nog... Die heeft ook heel goed en mooi gelopen en ik zie hem regelmatig, want dat is bijna mijn buurman in het dagelijks leven. Ik zie hem regelmatig voorbij komen. Ja, en ik zit toch nog te veel achter het stuur en ik moet nog leren om heel veel te gaan fietsen.